sta hier met Jacqueline Smit, CEO van 538 Groep. En dankjewel Jacqueline dat je even wil meewerken heel kort aan dit filmpje. Ik heb je verteld heel kort over Women in Charge Masterclass, over vrouwen in leiderschap 27 november. Jij bent een vrouw, je bent CEO. Hoe ben je daar gekomen? Via een aantal stappen natuurlijk. Ik ben begonnen in de reclame. Eigenlijk heel hard gewerkt. Toen ben ik uiteindelijk bij Microsoft terechtgekomen. Daar heb ik 8 jaar gewerkt. Heel veel aan mezelf gewerkt. Zorgen dat je ook met heel veel ambitie ergens instapt. En echt je hart maakt daarvoor. Nu ben ik 538 leidinggevende aan creatieve mensen. Wat ook weer heel leuk is. En niet te bang zijn om daar iets van te leren. En rustig doorploeteren. Oké. En wat zijn jouw 2 beste leiderschapskwaliteiten, vind jij, die jou zo ver hebben gebracht? Dat is een hele goede vraag. Transparantie. Ik ben erg transparant. Dus geen politieke dingen. Ik zeg wat ik denk en wat ik voel. En ik sta open om naar andere mensen te luisteren en daar weer van te leren. Ja, oké. En dan gaat Women in Charge, de masterclass, gaat over vrouwen en leiderschap. Om vrouwen dus inderdaad te leren, want er zijn geen glazen plafonds. Die creëer je misschien ook wel zelf. Ja. Wat vind je van die stelling? Ik denk dat het waar is. Ik denk dat je ze ook zelf creëert. Het is natuurlijk wel zo dat vaak vrouwen nog steeds in Nederland verantwoordelijk worden gemaakt voor de opvoeding van de kinderen. Dat moet je heel goed regelen. Ik denk dat de overheid dat toch nog beter moet regelen voor vrouwen. Maar laat je daardoor niet afleiden, want het nieuwe werken wat er aankomt, dus dat je zelf mag bepalen waar je werkt, wanneer je werkt, maar wel verantwoordelijk bent voor het resultaat, gaat daarin veel oplossen. Ja. Dus ga naar bedrijven die dat hebben. Oké. En waarom zouden volgens jou vrouwen naar de Masterclass Women in Charge moeten komen? Ik denk dat het heel goed is om elkaar te ontmoeten en ervoor te zorgen dat je dit soort ervaringen uitwisselt en van elkaar leert hoe je dingen oplost. En als je ergens tegenaan loopt, dat je dat in een veilige omgeving met elkaar bespreekt. Super bedankt Jacqueline voor je tijd, zo spontaan. Ik vond het heel leuk je te ontmoeten en ik ga je zeker volgen, want ik heb bewondering voor vrouwen zoals jij. Dankjewel. Graag gedaan.